De reden dat wij aan dit project mee wilden doen voor de geveltuintjes is eigenlijk dat toen de nieuwe fietsstraat hier werd gecreëerd, kregen wij opeens een enorme stoep. En zoals je ziet, nou, vooral mijn gevel is vrij kaal, vrij leeg met die grote winkelruit en ik miste daar het groen. De buren hiernaast die hadden al wel een geveltuintje, maar die hadden echt wel een update nodig. Er mocht wel wat liefde tegenaan gegooid worden. En toen kwam dit project voorbij, precies op het moment dat ik dat had bedacht. Dit brengt wel een stuk gezelligheid mee in de straat. We hadden wel een straatapp, maar dan is het toch voornamelijk praktisch. En nu ben je samen echt bezig om iets op te zetten, waardoor je meer contact hebt met elkaar. En zo'n dag als dit brengt toch een heel stuk gezelligheid met zich mee. Dus we zijn er wel blij mee. Wij hebben heel veel mensen ook in ons bestuur zitten die erg aan het groen willen werken. Dus in die zin is dat voor ons wel, denk ik, heel belangrijk. Want groen is natuurlijk de toekomst. En als we zien hoeveel er aan het verstenen is overal, dan vind ik dat zelf ook heel erg slecht. Dus ik kom nu net ook zelf uit de tuin. Wil ik zo nog even wat in de tuin gaan doen. Want wij houden enorm van groen in de wijk. Ik denk dat er wel veel belangstelling is voor groen onder de studenten. Als ik om me heen kijk, dan zijn er toch wel veel vriendinnen van me bijvoorbeeld ook bezig met achtertuintjes. Voortuintjes hoor ik niet heel vaak, maar dat is natuurlijk superleuk en een super initiatief. En ook om de buurt even bij elkaar te brengen, dat is natuurlijk ook heel leuk. En dat maakt het ook leuk voor niet alleen onszelf, maar ook voor de buren. Ja, waar ik rekening mee heb gehouden met het aanleggen van de geveltuin was ten eerste de afstand van de stoep wat overblijft. Dus dat mensen die daar langs willen met kinderwagens, rolstoel en ook de kinderen van de Prinsenschool, dat daar voldoende ruimte is. Ja, en het tweede waar je rekening mee houdt is de grond. Welke planten je gaat plaatsen, zon, schaduw. Dus dat zijn dingen waar je dan rekening mee houdt en hebt gehouden. Ik wil meegeven aan andere bewoners van kijk of er mogelijkheden zijn. Overleg met je buren en de gemeente. Ja, en ga ook, het heet tegelwippen. Maar ga ook tegels bij je gevel weghalen en plant zon- of schaduwplanten voor het aanzien en voor gezelligheid en ook groei en bloei. Nee, ik vind het eindresultaat natuurlijk super geworden. Een stuk groener, een stuk leuker, een mooier aanzicht. Een minder kale muur is ook wel fijn. Eigenlijk gewoon super top. Het kleurt de straat. Ik word blij van vooral die hele kleine straatjes, daar wonen wij dan niet. Maar van die kleine, smalle straatjes waar elk huis verdwijnt achter een hoop kleur en groen. Ja, ik vind dat de mooiste plekjes in de stad. Ja.